Zo'n bos waar het pas heeft geregend of zo. Vond je hem goed? Ik ben aangekomen op kantoor, weer helemaal alleen, want Celine is naar de nagels en eer dat Celine terug is, ga ik klaar zijn, gok ik, hoop ik, want ik wil ook gaan sporten. Dus even doorperen, maar moet wel lukken denk ik. Ik weet ook dat Nick normaal direct langskomt voor posters te gaan halen die ik moest meenemen van Sam. Oh, ik krijg me niet in die lucht. Hè. Er is iets met de M op mijn toetsenbord. De M blijft altijd zo hangen. Wat ik vandaag ga doen is pakjes maken en nieuwe collectie online zetten. Normaal doe ik ook de mails, maar aangezien dat Celine ook terugwerkt vanaf deze week, doet Celine straks thuis de mails. En ja, dat is het grootste wat dat ik vandaag ga doen eigenlijk. Dus let's start, hè. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming. Nick is net weg. Nick is iets komen halen en iets komen printen voor te verzenden. En ondertussen is er ook een pakje aangekomen van Woodwick. Crackles as it burns. Daar heb ik echt al veel over gezien, over zo'n kaarsen. Dat is zo met hout en dat maakt zo geluid als brandend haard, als zo een brandend haardvuur of zo. En ik heb er twee gehouden. Ik heb White Willow Moss genomen. Dat is heel, heel clean, ruikt deze. Zo ook fris, zo'n beetje naar het bos. Zo'n bos waar het pas heeft geregend of zo. Zo vind ik dat dat ruikt. En dan heb ik Evening Oinks. Oinks? Ik weet niet hoe dat uitspreekt. Deze. En die heeft dan zo een lange krakeldingen. Oh, ik kan niet wachten om die aan te doen. En deze ruikt zo. Oh, ik ben zo slecht in geuren. Zo'n beetje mannelijker wel, denk ik. Maar zo ook een beetje naar citrusachtig, vind ik. Maar ik denk niet dat er een... Nee, dat staat er niet op. Wat, naar wat dat het ruikt. Maar alleszins zo ook best fris, citrus. Maar ook zo'n tintje mannelijkheid. Maar dat heb ik wel heel graag in kaarsen. Ik heb liever zo'n dingen dan heel zoete. Want er waren ook nog twee hele zo zoete geuren. En echt zo bloemige geuren, maar die heb ik aan Celine dan gegeven. En ik ruik liever zoiets. Ik kan niet wachten om die deze avond aan te doen. Dan, ik heb de pakjes gemaakt, ik heb een nieuwe collectie online gezet, ik heb facturen betaald en al die dingen, dus dat is allemaal klaar. Nu ga ik, want het is, hoe laat is het, 1 uur, ik heb honger, dus mijn ouders wonen hier niet ver in de buurt, dus ik ga daar snel eten en dan ga ik sporten. We hebben trouwens ook net dit boek aangekregen van Katlijn. Vermerkvuldig. Er zou ook een stukje van Celine en van mij in staan. En we zijn vorig jaar de gastspeakers geweest op het event van Katlijn, het opmerkelijk event. Dus ik ben kei benieuwd om het boek te lezen,
super handig als je een bedrijfje hebt. I'm home. Amai. Ik tril helemaal. Ik ben nog naar mijn ouders thuis geweest. Snel iets gaan eten deze middag. Er was wel niemand daar. Oeh. En dan ben ik naar de fitness geweest. Dus ondertussen 5:10. En om 5:00 of rond 5:00 komt iemand nog een rekje halen. Wat ik te koop had staan. Dus daarom ben ik naar huis gegaan. Daarna ga ik mij douchen. Eten maken. En om 9:00 komt ook nog iemand mijn Michael Kors tas halen. Dus nog wel wat mensen over de vloer. Allee, ja, mensen die iets komen kopen. Er zijn trouwens ook al heel veel volgers geweest die iets kochten. Ja, omdat ik deel dat ook wel op Instagram en op de vlog. En zoals deze morgen is iemand de roze Michael Kors komen kopen voor zijn vriendin. Kei schattig. En dat was een volger. En zijn vriendin was ook een volgster. Dus heb ook even een selfie genomen. Kei fijn. Gisteren de make-up tafel was Kevin komen halen. Ook een volger, die heb ik al een paar keren gezien. Op meetups en zo. Dus dat is wel altijd heel leuk, want jullie zijn altijd super lief. Protein. Ik maak proteïnepannenkoeken van Overdrive Sport van Leslie. En hierin. Ik ga die nu bakken. Die zijn echt super lekker. En dat zijn de enige proteïnepannenkoeken waar ik geen buikpijn van krijg. Dus super fijn. Als ik zo'n proteïneshake of zo drink, krijg ik altijd buikpijn van de lactose en zo. Maar ook van sojaproteïne. Poeders krijg ik ook buikpijn. Maar van deze. Nooit buikpijn gehad. I used to be so happy, but without you here, I feel so low. I want you as you left, but I can never seem to let you go. Cause once upon a time, you were my everything. It's clear to see that time hasn't changed a thing. It's buried deep in. Sam is thuis. We hebben gegeten, we hadden half fresh gemaakt weer. Lekker, ja, het was heel lekker. Ik heb deze middag de soep van u gegeten. Ja? Vond je hem goed? Er is nog, hè. Pak morgenmiddag nog maar mee. Dat is een maaltijdsoep, hè? Ja, dat is een maaltijdsoep. Echt lekker. Dat was ook van half fresh. Ja? Woehoe! Sam gaat nu nog werken. Hij gaat hier blijven zitten. En ik ga me hier zetten. En ik ga ook werken, monteren en terwijl tv kijken. Het is 11:45 en we gaan slapen. Want we zijn moe, hè? Heel moe. Sam heeft echt een projectje dat snel af moet, dus ja, hij heeft er de hele tijd aan gewerkt. Aangezien dat Sam ook overdag werkt, kan hij dat enkel 's avonds doen. Maar jullie zijn goed bezig, hè, mannen. Met mannen bedoel ik Sam en Nick. Want Nick is er niet, maar. Ja. De tijd. Ja. We gaan slapen. We gaan geen comment of the day doen. Iemand vroeg ook waarom doen jullie dat soms wel en soms niet. We doen dat gewoon soms wel en soms niet. Hè. Als we echt te moe zijn of zo, dan sluiten we liever de vlog af. En ik denk dat de vlog ook al lang is. Dus morgen doen we er waarschijnlijk wel. Plus, weer. We hebben er niet zoveel gehad nu met de twee vlogs die we gemist hebben ook al. Dus ja. En we zien dat niet als een verplichting, maar gewoon om af en toe zo eens in de vlog te steken. Leuk extra. Dat wel leuk is, ja. Dus wij gaan slapen. Hopelijk vonden jullie de vlog leuk. Doe zeker een thumbs up. Vergeet ook zeker niet om een leuke comment na te laten. En wij zien jullie morgen.